We zijn klaar om de, om de wagen volledig uit te lezen. Dus hier heb ik alle computers die mogelijk gemonteerd zijn op de wagen. En hier onderaan heb ik dan geklikt, hier onderaan, ik toon het nog even met de pijl, staat er een uh, play-knop. Als ik daarop knik, klik, gaat hij dus ook al die computers die ik heb aangevinkt hier, gaat hij die, die dus uitlezen zei ik van ja kijk airbag was eigenlijk in orde dan kan ik die ook op voorhand afvinken dus nu doet hij een volledige test uiteraard duurt dit enkele minuten dus dat begint altijd met OBD dat duurt altijd het langste en dan daarna gaat hij dus over naar motor ABS airbag airconditioning hij gaat zien en gaat alle mogelijke gegevens dan laden nu wat belangrijk is om weten, hier kijk, hier zie ik al vier fouten of nul fouten in de elektrische aandrijving en hij leest dan steeds de volgende computer hier uit. Dus we zien het resultaat van de uitlezing plus de computer waar hij mee bezig is. Nu staat er nul fout, ja logisch wil zeggen geen fouten, maar staan er drie streepjes, dan wil dat zeggen dat hij geen verbinding heeft gemaakt met die ECU. Hier, kijk, geen verbinding. Straks in het overzicht gaan er dan ook drie streepjes staan. Nu, je zag hier, het ging over de bijverwarming. Deze wagen heeft geen bijverwarming. Dus ook logisch dat hij geen verbinding met deze stuurdoos maakt. Kijk, het is een nieuwe wagen, maar toch zitten er heel wat fouten in. Vaak communicatiefouten, dus ja, die uh, krijg je niet zomaar uh, weg. Maar uh, het is Interessant om te weten dat een fout ontstaat wanneer dat deze drie keren wordt waargenomen door de wagen. Dan wordt het een permanente fout. Nu hij ziet de wagen ook drie keren geen problemen meer, dan gaat hij deze ja, stokkeren en dan wordt het een sporadische fout. En het is pas na 40 keren, 40 startcyclusen dat de fout niet meer is opgetreden, dat de wagen deze ook vanzelf gaat wissen. Belangrijke info als je natuurlijk wilt interpreteren wat de staat is van je wagen. Zie zo, ik ga niet wachten tot het einde van de uitlezing. Ik ga hier ook klikken op het kruis en dan stopt hij ook met uitlezen. Ik heb hier dus mijn vers verslag. Ik kan hier ook op het uh, kruisje hier onderaan duwen zodanig dat ik een overzicht krijg van de verschillende fouten. Kijk hier, dus ik heb hier een overzicht, bijvoorbeeld verbinding met het remsysteem. Kijken we in, de, in het remsysteem, dan staat er een fout over de verbinding met de transmissie ECU. Nu, dit is nog maar een overzicht. Dit kan ik ook makkelijk uitprinten door op deze button hier onderaan te klikken. En zo kan ik dit er overzicht ook meegeven met mijn klant. Nu wil ik meer details, dan klik ik hier op de play button, op dat pijltje. En dan ga je zien dat je toch net ietsje meer informatie krijgt over de functie van het systeem. Dus ja, wat doet dat systeem juist, hier het kan-systeem, is natuurlijk een dataleiding dat informatie uitwisselt. We hebben mogelijke gevolgen. Ja, de communicatie, die is verstoord. En dan heb ik natuurlijk ook oorzaken die ons al een beetje in de richting wijzen van ons probleem. En zo heb ik dat voor alle verschillende fouten hier in de katlijn. Hier heb ik zelfs freeze-frame data, ook zeer interessant... Dat hebben we dus vooral voor de Volkswagen groep. Daar kan je zien dat, we bijvoorbeeld, dat de fout is opgetreden op een kilometerstand van 36.935 kilometer. De wagen heeft er nu 41.000. Dus ik rij al 4000 kilometer met dit probleem rond. Ziezo, dit zijn de fouten. Ga ik een stapje terug, kan ik hem ook. Volledig wissen door hier onderaan op de pijl te klikken. Dan ga ik alle ECU's wissen. Wil ik alleen motor wissen? Ja, dan klik ik uiteraard alleen hier op dat vuilbakje. Ook interessant is hier de batterijspanning die wordt weergegeven. Wissen is uitgevoerd. Daarnet was hier die batterijspanning zichtbaar. Dat is natuurlijk een goede indicator dat de verbinding goed is met de wagen. Simpelweg, als ik, zie, als ik een batterijspanning zie, dan weet ik van kijk, ja, er is een goede verbinding met mijn wagen. Ik ga het nog eens doen. Rembekrachtiging, die fouten worden gewist, airco wordt gewist. Dus die batterijspanning is zeer belangrijk, dus sluit ook een batterijlader aan op de wagen wanneer je lange diagnoses uitvoert. Voor een korte diagnose is dat niet altijd nodig, maar vanaf dat je langer dan 5 minuten op een wagen werkt, ja, zie ik toch vaak dat die batterijspanning pijlsnel naar beneden gaat. En dan kan het zijn dat er ook fouten gecreëerd worden of functies gewoon niet werken. Bijvoorbeeld een basisinstelling, een aanleerprocedure kan soms niet werken omdat de batterijspanning te laag is. Ziezo, alles is gewist. Hier heb ik dus die fouten, die zijn weg. Die staan allemaal tussen haakjes, staan er allemaal nulletjes. Staat er een 1 of een 2 of een 3, dat wil zeggen dat de fout permanent is en dat we hem niet kunnen wissen. Oké, okay. klik ik hier op het kruis onderaan om uit het menu te gaan en onderaan rechts. En nu kan ik ook naar parameters gaan. Parameters, bijvoorbeeld van de motor. Dus hier ga ik de live data bekijken in mijn motor-ECU. Dus ik ga echt kijken wat ziet de motor, wat krijgt de motor-ECU van informatie van zijn verschillende sensoren. Hoe werkt dit? Kijk, hier krijg je altijd een voorstel. Dit is de lijst met alle beschikbare parameters en dit is het voorstel, de geselecteerde parameters. En hier kan ik er bij de Megamax PC tot, 12, uh, excuseer, tot 8 parameters tegelijk selecteren. Bij een Megamax 56 zijn dat er 12. Kijk, hier dat voorstel, dat zegt me niks over de lambda waarde. Dus hier ga ik toch dat voorstel met die pijl hier onderaan even weghalen. Hups. En dan kan ik hier bijvoorbeeld... Mengsel uitlaatgas selecteren. En dan krijg ik verschillende info, euh, parameters te zien, die dus te maken hebben met het mengsel. Ook hier in het voorstel staan er ook weer een heel deel parameters die te maken hebben met het mengsel. Ziezo, hier ga ik even mee werken. Nu wil je gewoon alle parameters, dan gaat dat ook. Dan kan je hier in alle parameters en kan je gewoon naar beneden scrollen. Dan kan je zo in de lijst de geschikte parameter terugvinden. Wil je die selecteren, dan moet ik er hier eentje wegdoen, want je kan er maximum 8, zoals ik daarnet zei. En Dan kan je hier dus dubbel klikken: 1, 2. En dan kan je zo steeds verder de juiste parameters in de lijst zetten. Oké, okay, nu wil ik deze data bekijken. Dan moet ik hier onderaan op het V-tje klikken en dan krijg je de parameters pas te zien. Oké, okay, dus hier heb ik nu mijn parameter weergave met het voorstel dat hij dus nu gaat weergeven. En de verschillende parameters mooi onder elkaar met eerst en vooral een waarde, maar ook een grafiek. Hier is de waarde stabiel, dus zien we het lijntje niet op en neer gaan, maar bijvoorbeeld een toerental of een druk, ga je mooi zien hoe dat. Uh, hoe dat die uh, grafiek op en neer gaat. Kijk, dit gaat nu over een hybride, dus wil ik hem bijvoorbeeld starten, ja, dat is niet zo eenvoudig. Dan moet ik, ik zal jullie straks laten zien hoe dat je dat juist kan doen om toch die verbrandingsmotor te doen werken bij een parameterlezing. Nu, wat ik uh, zie, een veelgemaakte fout, is dat we op deze x gaan klikken om terug te gaan. Maar ja, dan gaan we helemaal naar het menu, moeten we helemaal opnieuw beginnen. Wil je een stapje terug, dan moet je hier klikken. En dan ga je zien dat je dus andere parameters kan selecteren. Kijk, dus hier gooi ik er een paar uit. Hop, en voeg ik weer een aantal parameters toe. En kijk, een melding, maximum acht kanalen gelijktijdig beschikbaar. Nu ik hoor je al denken, waar staan ook de referentiewaarden. Wel, kijk, de referentiewaarden die vind je hier in de lijst terug. Bijvoorbeeld hier. Heb ik nominale positie AKF-klep. Dus de nominale positie, dat is altijd de positie wat het moet zijn. En dat heb je vaak voor reeldruk, of voor de positie van de EGR-klep. Of nog andere zaken. Staat de reële en de nominale waarde naast elkaar. Zo. Dus dat is één manier om referentiewaarden te verkrijgen. Wil je andere referentiewaarden, dan kan je die ook gaan terugzoeken in HGS Data. Maar daar later meer over. Oké, okay, genoeg over de parameters. Ik klik hier op het kruis onderaan. En dan ga ik uit het parametermenu. Gaan we verder naar actuator. Bijvoorbeeld comfort, bijvoorbeeld, ik heb geen schuifdakje, dus die kunnen we niet selecteren. Maar, de stoel is ook niet elektrisch, dus ja, hier kan ik weinig selecteren. Bijvoorbeeld, in motor kan ik wel. En kijk, nu krijgen we de melding over het cybersecurity management. Dus dit zijn de doorgedreven functies waar we zeker dus de motorkap voor gaan moeten openzetten. Dan gaat de SGW en de firewall dus gedesactiveerd zijn. En we gaan ook ons wachtwoord moeten invullen, ons wachtwoord dat we zelf hebben gekozen bij het aanmaken van een cybersecurity management account. Ik krijg hier de pop-up dat de activering niet heeft plaatsgevonden. En ik weet al de reden natuurlijk, ja, de motorkap was nog niet geopend. Ja, dus let daarop. Vaak eh, merk ik bijvoorbeeld bij het vervangen van remblokken dat we de remklauwen willen openzetten, maar dat we dus vergeten zijn om die motorkap open te zetten voor de deactivering van de firewall. Dus dat is toch echt wel een belangrijk aandachtspuntje. Nu, de motorkap staat ondertussen open. Ik probeer het nog eens. Kijk, hij zegt hier natuurlijk geen verbinding. Even wachten en we proberen het nog eens. Ik krijg je weer die informatie? Motor uitgeschakeld, contact aan. En hier krijg ik dus nu de vraag om mijn. Wachtwoord in te vullen. Nu, hoe doen we dit? Hier kijk, heb ik een lijst met alle geregistreerde accounts. Hier heb ik alleen de mijne. Die moet ik er zo overnemen in het handmatig invoeren en dan vervolgens moet ik mijn wachtwoord invullen. Vul ik mijn wachtwoord in en klik, klik ik hier verder, dan ga je zien dat de wagen wordt vrijgeschakeld. Dus ik ga nu even de video stopzetten, mijn wachtwoord invullen en ik herneem de video. Ziezo, mijn wachtwoord is ingevuld. Ik klik verder en ik krijg hier ongeldige inloggegevens. Dus ik ga het nog eens moeten proberen. En dan ga ik toch eens moeten verifiëren of mijn wachtwoord wel juist is ingevuld. Weet ik mijn wachtwoord niet meer, geen paniek, dan kan ik altijd via de instellingen en het tabblad CSM gebruiker, kan ik toch nog instellingen CSM gebruiken. Dan kan ik hier toch nog mijn wachtwoord vergeten en uiteindelijk ook resetten. En ik zie hier ook dat bij mijn account geen status is weergegeven. Dus dat wil zeggen dat ik toch nog de verificatie ga moeten uitvoeren. Dat even terzijde. Ik breng dit in orde en ik neem jullie er terug bij. Oké, okay, daar zijn we weer. Nu, ik heb uh, van netwerk veranderd. Ik heb een ander wifi-netwerk geselecteerd. En nu zou het beter moeten werken. We doen de test. Ik heb mijn wachtwoord ingevuld. En toch weer heb ik een melding dat mijn wifi-wachtwoord of mijn CSM-wachtwoord niet goed is. Instellingen, CSM-gebruiker. Ik heb nogthans verbinding met het portaal. En dan gaan we eens kijken of dat we een nieuw wachtwoord kunnen aanvragen. En of dat daar eventueel. De oorzaak van ons probleem ligt. Hij zegt hier: Bij het opvragen van een e-mail is er een fout opgetreden. Controleer de internetverbinding. Dus als ik dan hier kijk, dan moet ik hier allemaal rode veetjes, uh, groene veetjes hebben en dan moet het in orde zijn. En dat is het geval. Dus gaan we toch nog eens kijken wat het probleem zou kunnen zijn. Ja, natuurlijk kan ik altijd het programma opstarten heropstarten eens kijken of dat dat kan helpen bij de wifi verbinding